De nachtzoen. Vroeger genoot zij de heerlijke slaap der onnozelen. Maar dat is verleden tijd. Nu tijgert ze onrustig door haar nachten. Erotische handelingen dragen niet bij aan de rust. Maar zij op haar beurt wil wel geruststellen. Maar is dat wel mogelijk in deze hectische tijden? Onze nachtzoen krijgen we vandaag van theatermaakster en schrijfster Miri Michon. Hou jij van de nacht? Vroeger wel, nu niet. Oh, wat een antwoord. Vroeger was het een slaap der onnozelen. Ging ik heerlijk naar bed, heerlijk. En dan weer kwiek de andere ochtend op, heerlijk. Laatste jaar absoluut niet. Het is noodzakelijk kwaad. Ja? Ja, dat ik nog maar een beetje op krachten blijf en dat ik niet helemaal instort, zal ik wel moeten. Maar nee, ik heb in de nacht altijd de meest onrustige dingen. Beelden, pijn in mijn been, artrose. Allerlei dingen die in je rondfladderen van de dag. Nee, het is geen weldadige rust. Ik vind er niks aan. En blijf je dan liggen of staan? Liggen, opstaan, lopen, kijken. Doet de radio het nog? Dat soort dingen. Nog eens een boek ter hand nemen. Hoe zal de morgen zijn? Ja. En dan sta ik toch weer op en dan kijk ik in de spiegel. Denk ik, nou, er moet veel gedaan worden. Dan zeg ik, hallo, what a beautiful morning. En zo, ja. En zou iets je helpen? Iets of iemand? Ik wou niet dat mensen nog een beetje tegen me aan gaan praten of allerlei dingen. Ik word ook niet vermoeid van allerlei erotische handelingen. Dat helpt ook helemaal niks. Nee? Nee, maakt me des te wakkerder. Dus, nee. Kan jij je herinneren of je vroeger bent ingestopt? Ja, altijd. Weet je ook hoe? Ja, als een bakkerpopje. Zo lekker. Ja, ja, helemaal. Vooral door mijn vader. Mijn moeder had er niet zoveel zin in. Die had iets van, nou zo, ja, dat. En die had iets van, nou ja Geert, als jij dat dan doet, mijn vader. En dan helemaal, en zei die lichtje, ja, ik zei, kan nog strakker, pap, nog strakker. Ja, maar dan heb je geen, kan je nog, ja, hou heerlijk. Oh ja, dat is een heerlijk gevoel. Ja, ja, ja. Als jij nu onze moeder des vaderlands bent vanavond. Ja. En je kan ons allemaal gezamenlijk in één keer op bed leggen. Net als meneer de uil met dat snaveltje stoel gevoel. En je zou dit gevoel willen oproepen wat je nu beschrijft. Hoe zou je dat doen? Nou, ik zou wel een bemoedigend tekstje, zou ik wel. Misschien een kinderliedje van Annie Schmid of een klein versje. Zou ik iets. Ik zou de mensen wel proberen zo rustig mogelijk te maken. Dat ze dus niet zoals ik de hele nacht liggen te woelen. En dat ik nog eens de hele dag doorneem en ook vooral de morgen. Nee, dat zou ik wel proberen. Maar ik denk niet dat je dat lukt, zeg. Met deze enorme hectische tijden. Mij lukt het in ieder geval niet. Vrouwtje kan praten wat ze wil, maar blijf gewoon toch onrustig.